Luisteraars, goedemiddag. Tot 6 uur hoor je de 999ste top 40. Ja, je hoort het goed. De 999ste top 40. En dat betekent volgende week groot feest hier in de studio. En daarover hoor je al van alles in de loop van dit programma. Nu dus het 999ste overzicht van de 40 populairste platen van Nederland. Objectief en betrouwbaar wordt de top 40 wekelijks samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40 aan de hand van gegevens die werden verstrekt door de grammofoonplaten detailhandel en industrie. Vandaag de 20ste jager nummer 14 met 6 nieuwe binnenkomers. De eerste nieuwe binnenkomer, die hebben we gelijk al op nummer 40. Het is een trio en de leden zijn geboren en getogen in twee beroemde wijken van New York. Ze komen uit Harlem en de Bronx. Het breakdansen was daar in 1983 al een grote rage. En vandaar dat Lindell en Lindsey Blake en Cortez Jordan vorig jaar zomer een eigen breakdancegroep oprichtten. Dat gebeurde onder leiding van Jack Morali, een man die je kent van The Village People en van de Ritchie Family. Hun eerste plaat komt vandaag binnen op nummer 40. Het is The Break Machine en Street Dance. Nieuw.